Hoe is het met het volk van God? Zeg ik altijd opnieuw en opnieuw. Echt waar? Of is het, wordt nou een gewone of routine, een routine antwoord als pastoren vraagt, hoe is het met het volk van God? Dan moeten wij zeggen, hè, buitengewoon. Want anders zeggen ze, hoezo? Is het nou echt buitengewoon? Amen? Zeker weten? Geen twijfel? Geen twijfel? Amen. Laten wij een applaus geven voor God. Amen. Wauw. Bijzondere dagen na de Pasen tot de Pinkster. Wij gaan Pinkster vieren. Amen. Maar tussen de Pasen en de Pinkster, we hebben nog één event. Of iets grote gebeurtenis die wij willen behandelen vandaag. En dat is, waarom zo zacht? Niemand gaat boos worden. Gewoon praten. Hemelvaart. Dus gewoon praten. Of niet. Of niet zo zacht. De ordendienst gaat niet boos worden. Beloof. Oké? Dus gewoon praten. Gewoon normaal. Dit is Gods huis, toch? In de bioscoop mag je niet praten. Want in de bioscoop, op het moment dat jij één woord zegt, ieder ogen kijkt. In de kerk, gewoon praten. Normaal. Amen. Heel veel mensen zijn bang om naar de kerk te gaan. Waarom? Omdat ze hebben andere manieren van denken. Oh, ik moet anders zijn. Ik moet zo danig opletten hoe ik zit, hoe ik sta. Waarom? Want dadelijk gaat het verkeerd. Nou, in Hermon niet hoor. Gewoon dansen. Mag ook dansen. Mag knielen. Mag klappen. Niet elkaar klappen geven. Wij moeten onze handen klappen voor God, maar niet elkaar klap geven. Oké, we gaan Handelingen 1 openen deze morgen. Handelingen 1 vandaag gaan we behandelen. De hemelvaart. 1 tot en met 8. Nou, mijn ogen hebben nou een andere ogen nodig. Dus dan zet ik gewoon op, zodat ik beter kan lezen. Jezus gaat naar de hemel. Handelingen 1. Beste Theophilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen. Hoe hij naar de hemel ging, nadat hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven. Gedurende de 40 dagen na zijn kruisiging is hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat hij leefde. Telkens weer sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Tijdens een van deze ontmoetingen zei hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten. Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft, zei hij. Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. 5. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij hem, Heere, gaat u nu van de Israël weer een vrijland maken met een eigen koning? Dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde hij. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelf tot in de verste uithoeken van de wereld. Tot daar. Tussen de Pasen, na de Pasen, na de opstanding. Jezus was bezig om onderwijs te geven aan zijn discipelen, 40 dagen lang. En hier staat, een van die dagen, vers 4, tijdens een van deze ontmoetingen zei hij dat de apostelen, dat de discipelen Jeruzalem nog niet mochten verlaten. Jezus zei tegen de discipelen, wacht eerst
op wat de Vader beloofd heeft. Dat had hij gezegd tegen de discipelen. Jongens, dit is bijna tijd. Ik ga terug naar de Vader. Maar onthoud, jullie mochten nergens naartoe. Jullie moeten wachten voor de belofte van de Vader. Ik heb dit ooit gezegd, jongens. Weet jij dat? Zo ongeveer. Wat is de belofte? Ik heb jullie gezegd, vers 5. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen. Hij gaf een hint naar de discipelen. Over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat was de uitspraak van Jezus op die dag tegen de discipelen. 6, terwijl zo bij elkaar waren, vroegen zij hem, de discipelen, aan Jezus. Heere, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? 7, dat hoeven jullie niet te weten. 4, 5, 6. Jezus sprak over een bijzondere boodschap tegen de discipelen over de belofte van de Vader. Vers 6. De discipelen waren niet in lijn met de geest waar hij bezig was. Hij sprak over de Heilige Geest. Hij sprak over de doop van de Heilige Geest. En in één keer kwam een vraag. Heren, kunt u nou een herstel brengen aan Israël met eigen koning? 7, Jezus zei, hou op. Dat hoeven jullie niet eens te weten. Dat is de zaak van mijn Vader. Maar, vers 8, maar Heilige Geest is belangrijk. Jezus bracht de discipelen terug naar de punt. Jongens, kom op. Ik ga terug naar de Vader. Kunnen jullie niet eens begrijpen wat ik nou over heb? Ik praat over de belofte, jongens. En jullie praten over iets anders. Wij zitten niet op één zender, jongens. Jezus bracht weer de discipelen terug in vers 8. Jongens, maar als de Heilige Geest over jullie komt, dan... Dit is belangrijk. Over Israël, dat is niet jullie zaak. Wat wij willen begrijpen deze morgen. Wij moeten op één lijn zijn met het woord. Soms de Heer wil bewegen op één zender. En wij bevinden op andere zender. Hoe zal dat klinken? De radio met zoveel zender. Nou, dan krijgen wij hoofdpijn, toch? Dat zijn stemmen die bevinden zich in verschillende zender. Zo was gebeurd op Handelingen 1. Soms zijn wij bezig met dingen die niet eens onze zaak zijn. Bepaalde dingen zijn deel van God. Die hoeven wij niet eens te weten. Jezus sprak duidelijk tegen de discipelen, dat hoeven jullie niet te weten, want het is niet eens jullie zaak. Het is de zaak van mijn Vader. Dat was het antwoord van Jezus. Dat hoeven jullie niet te weten, vers 7, antwoordde hij. Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar, vers 8, over Heilige Geest, dat moeten jullie weten. Want dat is belangrijk. Want ik ga weg, jongens. Begrijpen jullie niet, op het moment dat ik weg ben, de Heilige Geest is de enige persoon die jullie kan helpen. Zo probeerde Jezus eigenlijk de discipelen te onderwijzen. Wakker worden, jongens. De discipelen dachten nog niet zo ver zoals Jezus. Maar hier is de eerste oproep deze morgen. Wij gaan Pinkster vieren. Maar hoe belangrijk is eigenlijk Heilige Geest voor ons? Wat is Heilige Geest? Wie is Heilige Geest? Hoezo is Heilige Geest belangrijk? Heb ik Heilige Geest? Heb jij Heilige Geest? Is Heilige Geest in gemeente Hermon? Dat willen wij allemaal weten vandaag. Als wij nog niet kunnen zien
hoe belangrijk positie van Heilige Geest in ons leven de komende dagen zijn, de dagen die gestolen zijn door de vijand. Pastor Dio sprak gisteren in Zeeland over Johannes 10, vers 10. Iedereen kent deze vers. De duivel, de vijand, komt om te stelen, te vermoorden en te verdelgen. Hoezo te stelen? Omdat wij zijn niet meer van Satan, we zijn nou de eigendom van God. En daarom heet ook stelen. Iemand die steelt, is iemand die pakt de eigendom van iemand anders, toch? Wij behoren tot God, wij behoren tot Gods koninkrijk, daarom steelt hij ons van God. Hij komt om ons te stelen, te vermoorden. Wat bedoelt deze vers? Pastor Dios had uitgelegd gisteren in Zeeland. Te vermoorden betekent dat de vijand ons naar andere koers brengen. Iedereen die uit de pad van God belandt, is dood. Niet lichamelijk dood, geestelijk dood. Dat gebeurde in de tuin van Eden. God zei tegen Adam, zodra jullie de vrucht eten, jullie gaan sterven. En ze hadden gedaan. En ze waren niet gestorven. Maar ze zei, ze waren gescheiden van God. Dit is vermoorden. Onze geestelijk leven vermoorden. Maar dan, in deze twee niveaus, hebben wij nog een kans om tot leven weer te komen. Door bekering. Maar de vijand gaat niet stil worden. Hij gaat verder tot verdelgen. Als wij komen tot die fase, dat de vijand echt zo ons, over ons heerst, tot de niveau verdelgen, dan er is geen kans meer. Dus besef hoe belangrijk deze dagen voor ieder van ons, voor de gemeente. Zelf de discipelen begrepen het niet hoe belangrijk Heilige Geest is voor hun. Jezus sprak over Heilige Geest, ze praten over iets anders. Jezus bracht hun weer terug naar de punt. Jongens, dit wil ik onderwijzen, dit wil ik nog zeggen voordat ik terug ga naar mijn vader, jongens. Deze morgen opnieuw. Waarom? De hemelvaart is over een paar dagen. Ik heb geen tijd meer om dit te zeggen volgende week zondag. Dit is de perfecte zondag om dit tot de gemeente uit te leggen. Dus wij zijn uitverkoren deze morgen om hier te zijn. Om deze boodschap te horen. In Jezus' naam. Amen. Hoe belangrijk is de Heilige Geest voor ons? Hoe ziet u Heilige Geest? Wie is Hij? Wie is hij? Ja, maar ik geloof in Jezus, oké. Hoe belangrijk is de Heilige Geest? Wie is die persoon? Iedereen praat over Heilige Geest. Maar Nederland zit de Pinksterdag als een extra vrije dag. Ik hoop dat niemand hier in deze ruimte ziet de Pinksterdag als een extra vrije dag. Voor jullie allen. Nee. Dit is een buitengewone dag. Een doorbraak in ons leven. Dit is een doorbraak in het leven van de apostelen. Hun leven waren niet meer hetzelfde na de Pinkster. Nee. Petrus, die Jezus had verlogen na de Pinksterdag. De eerste preek van Petrus. Ondanks dat hij nooit naar school was geweest. Petrus stond op na de Pinkster, op de Pinksterdag. De eerste preek waren 3000 mensen bekeerd. Dit is het werk van een persoon die niemand kan begrijpen. Getuigenis, hoe zien wij Heilige Geest? Prijs God, Nice mag morgen beginnen met haar nieuwe werk. Zij heeft werk, maar tijdens het gesprek met de directeur, voordat zij naar huis ging, die directeur zei tegen haar, ja, ik lijkt mij dat je een slim meisje bent.
Dus ik ga jou nou inschrijven voor een examen. Maar jij krijgt alleen maar 16 uur tijd om te leren. Nisi had die uitdaging aangenomen. Ze sliep niet tot 4 uur in de ochtend. Zij is geslaagd voor die toets met een score 8 voorlopen. Maar wat ik wil zeggen, genade van God. Maar waarom? Ik heb een illustratie om dit te zeggen. Omdat Nisi had gezien de waarde van haar baan. Nisi had deze offer eigenlijk gedaan omdat zij begrijpt precies de waarde van de nieuwe baan vanaf morgen. Een baan die zij heeft gebeden. Jaren denk ik. Ik weet niet meer hoe lang zit Nisi eigenlijk zonder werk. Dus voor haar, zij ziet hoeveel waarde heeft deze baan. Dus zij zegt tegen de rector, oké, als je mij vertrouwt, ik ga proberen. Maar het offer die zij bracht om de score 8 te slagen van de examen. Dus eigenlijk deze module of zo, zij vertelde aan mij, is eigenlijk geschikt voor mensen die 1 jaar in dienst zijn in dat bedrijf. Niet zij krijgt 16 uur om te leren. Maar zelf dat heeft ze de uitdaging aangenomen om door te zetten. Dit wat ik bedoel. Hoeveel waarde zien wij over Heilige Geest? En met die niveau van waarde hoe wij zien, wie is Heilige Geest en ja, hoe belangrijk is Heilige Geest voor mij? Naar die mate gaan we ook onze offer brengen om Hem te accepteren. Om Hem te ontvangen op de Pinksterdag. Als ik heb geen kennis hoe belangrijk Heilige Geest is, ik ga misschien morgen gewoon en dan tot de Pinkster winkelen. Of ergens naartoe zonder niet eens te denken, ik moet eigenlijk wachten op de uitstorting van Heilige Geest. Ja of niet? Dus vandaag willen wij zien, hoe belangrijk is de Heilige Geest voor mij? Nou is mijn vraag. Hebben wij Heilige Geest in ons of niet? Waarom wachten wij dan voor de Pinkster? Ik heb toch al Heilige Geest. Hoezo moet ik weer wachten op Heilige Geest? Ik heb Heilige Geest. En op de Pinksterdag wordt Heilige Geest gegeven. Dit is een verwarring toch? Voor nieuwe zielen misschien. Dit wil ik uitleggen. Ik heb toch Heilige Geest? Waarom moet ik weer Heilige Geest ontvangen? Het is Heilige Geest, Heilige Geest. Hoe dan? Is het een andere geest? Is het nou een andere geest die uitgestort is op de Pinksterdag dan de Heilige Geest die ik nou heb? Of hoe zit dat nou? Hadden de discipelen een Heilige Geest? Hadden de mensen, de dienstknechten van God in het Oude Testament ook Gods geest? Of niet? Had koning David ook Heilige Geest of niet? Maar hoezo dan? Hoezo moet ik wachten op de Pinksterdag? Hoezo sprak Jezus tot de discipelen? Ga nergens naartoe, jongens. Blijf in Jeruzalem. Want de belofte komt eraan. Ga niks doen, zei Jezus. Blijf in Jeruzalem voor deze belofte. Vers 8. Maar als Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem. En ook in Judea en Samaria en zelf tot in de verste uithoeken van de wereld. De blijde boodschap is, wij hebben Heilige Geest. Amen. De dienstknechten van God vroeger, waar wij lezen in de Bijbel, in het Oude Testament, ze hadden ook Gods Geest. Simson had een bijzondere salving van Gods Geest.
tot de geest van God hem verliet door de zonde. Kan de Heilige Geest weg van ons? Amen. Heilige Geest kan ons verlaten. Dit gebeurt in Richteren 16. Wij gaan lezen. Richteren 16, 20, 21. Dit is over Simson. Iedereen weet, ik ga niet zoveel dingen vertellen over Simson. Simson was een belofte man. Hij droeg een bijzondere salving. Hij was zo krachtig. Niemand kon hem verslaan. Niet omdat hij geweldig is, door de geest van God die op hem was. Maar Simson, die ging zo nonchalant omgaan met God, Gods geest. En vers 20 zegt, plotseling riep ze, Simson, de Filistijnen komen eraan. Simson werd wakker en dacht, Simson dacht, ik doe hetzelfde als de vorige keren. Ik ruk me los en ik ben vrij. Zo dacht Simson. Maar hij wist niet dat de Heere hem had verlaten. Gods geest verliet Simson. Simson dacht, het is altijd net als hetzelfde. Waarom? Ik ben zo sterk. Ik ga zo de Filistijnen verslaan. Maar de Bijbel schrijft, Simson wist niet dat de Heere hem al verliet. In 21, toen namen de Filistijnen hem gevangen, staken hem de ogen uit en brachten hem, geboeid met twee koperen kettingen, naar de stad Gaza. Daar moest hij in de gevangenis de molen draaien om koren te malen. Wat ik wil zeggen in vers 21, op het moment dat Gods geest niet meer op ons is, kan de vijand met ons alles doen. Simson, die zo krachtig was, niemand kon hem verslaan. Maar vers 20 zeide hem, de Heere verliet hem. En vers 21 zegt dat de Filistijnen rukken zijn ogen uit. En helemaal Simson verbrijzeld. Punt 1, hoe belangrijk Gods geest in mijn leven. Zodat de vijand kan mij niet aanraken. De vijand is niet bang voor deze mevrouw Tineke, nee. De vijand is bang voor de geest van God in mij. De vijand is niet bang op u. Net als Giovanni, hij is groot. Hij werkt als bewaking, toch? Maar de vijand is niet bang op hem. De dieven zijn wel bang voor hem. Giovanni is groot. Maar de duivel is niet bang. De duivel is niet bang voor wie dan ook. De duivel is alleen bang voor de geest van God in ons. Ik bid tot de Heilige Geest in Jezus' naam vandaag. Dat hij zichzelf zal openbaren. Hoe belangrijk zijn positie is in ons leven. Zodat wij deze morgen kunnen begrijpen. Hoezo moet ik wachten voor de uitstorting van Heilige Geest... 4 juni. 4 juni gaan we Pinksterdag vieren. Ik ga vers 8 weer herhalen. Handelingen 1 gaan we terug. Nou wil ik in Engelse vertaling, Esther, dank u wel. In Nederlands, we hebben gelezen, maar in Engels... kunnen wij misschien meer begrijpen waarom heb ik Heilige Geest nodig? Handelingen 1, vers 8. Oké. Okay. But you shall receive power. Alleen tot dat in Nederlands. Wat is power?
ability, vermogen om getuigen te zijn van Christus. Op het moment dat Heilige Geest uitgestort is op ons, dus wat wij nu hebben, Heilige Geest, is in ons. De Bijbel zegt, niemand kan Jezus ontvangen als mijn God zonder Heilige Geest. Heilige Geest overtuigt mij, Heilige Geest overtuigt mijn hart dat Jezus is God. Dus ik heb Heilige Geest. Maar om Handelingen 1 uit te voeren, om een getuige te zijn van Jezus van Jeruzalem, Judea, Samaria tot eind van de wereld, ik heb meer vermogen nodig van Heilige Geest. Dus het is niet dat wij geen Heilige Geest hebben. Wat wij verwachten op Pinkster is de niveau, de vermogen van Heilige Geest in ons. Jezus zegt in Handelingen 1 net, jongens, ik heb jullie gezegd, Johannes doopt met water. Maar binnenkort, over een paar dagen, zullen jullie gedoopt worden door Heilige Geest. Heilige Geest die ik nou heb, is anders dan de mate van Heilige Geest als wij ondergedompeld zijn in Heilige Geest. Begrijpen wij het verschil? Ondergedompeld in de Heilige Geest betekent, wij zwemmen helemaal in zijn rivier. Dat is onderdompelen. Dus mensen die gedoopt zijn, jullie begrijpen, dus jullie waren ondergedompeld in het water. Niemand zag jullie, want jullie waren alleen maar onder het water. Zo ongeveer doop in Heilige Geest. Uitstorting van Heilige Geest, dat wij helemaal ondergedompeld zijn in de kracht van Heilige Geest. En door die kracht te ontvangen, door de capaciteit te ontvangen, kunnen wij pas Handelingen 1 vers 8 uitvoeren. Niemand kan een getuige zijn van Jezus zonder Heilige Geest. Niemand. En om deze belofte te krijgen, moeten wij de uitstorting van Heilige Geest krijgen. Helemaal ondergedompeld in zijn geest. En dan hebben wij kracht. Kracht, ability, vermogen, efficiëntie, efficiënt werken. Wij kunnen getuigen over Jezus. Oké, zo, persoonlijk. Maar wat God zegt in Handelingen 1 vers 8, is weer een andere niveau om evangelisatie te doen, om getuigen te zijn van Jezus met efficiëntie, met efficiënt werken. Dit is het geheim van Heilige Geest zelf. Waarom? Omdat Heilige Geest kent de situatie. Ik heb altijd gezegd, de project die wij doen, is niet onze project. Wij moeten beseffen elke dag opnieuw dat de project hier is een project van God. Dus betekent een manier van God. De gedachten van God, instructie van God. Wij kunnen niet Gods werk doen met mijn manier van denken. Vrijdag had ik gezegd. Hij sprak tot Mozes. Mozes, ik roep jou om mijn volk te bevrijden. Maar Mozes, daar is de lijn. Doe jouw sandalen uit, Mozes. Ondanks dat je veel ervaringen hebt om de kudde te leiden. Of wat dan ook. Maar dit is mijn territorium, Mozes. Doe jouw sandalen uit. Dingen die altijd gewend bent om te doen. Dingen die jij altijd gebruikt als sleutel van succes. Ik wil dat je dat alles loslaat, Mozes. Dit is mijn territorium. Dit is mijn project, Mozes. Zo is het ook met getuigen voor Jezus. Handelingen 1 vers 8. De discipelen, hoe vaak waren die discipelen gevallen om getuigen te zijn van Christus? Jezus zelf, Petrus die liep met Jezus. De discipelen, die liepen zo met Jezus elke dag, 3,5 jaar lang. Die anderen verloochenden de meester, die anderen verkochten de meester.
daarom zei Jezus, jongens, besef je niet, heb je nog niet geleerd. In die 3,5 jaar dat wij samen zijn. Jullie begrijpen nog niet. Daarom wacht, jongens, ga nergens naartoe. De uitstorting van Heilige Geest is heel belangrijk. Wacht op de belofte van de Vader. Zonder de uitstorting van Heilige Geest, ondanks dat wij het woord kennen, ondanks dat wij bidden, wij kunnen nog steeds Jezus verloochenen. Petrus was daar als getuige. Nog een keer na de uitstorting van Heilige Geest. Ik heb niet gelezen in de Bijbel. De oude Petrus terug. Petrus na Handelingen 1 is gewoon een hele andere Petrus. Een heel andere iemand. De oude Petrus was afgelopen in Johannes 20, 21. En vanaf Handelingen 1. De nieuwe Petrus stond op. De nieuwe Petrus is geboren. Dus ik bid tot God dat de Pinkster 2017 is een lijn van onze oude leven. Ondanks dat wij in de kerk zitten. Ondanks dat wij Bijbel lezen. Ondanks dat wij bidden. Toch vaak vallen wij in zonde. Maar zoals Petrus, laat de Pinkster 2017 een nieuwe doorbraak zijn in ons leven. Dat mensen zullen ons nooit meer herkennen wie wij zijn. De nieuwe persoon zal geboren na de Pinksterdag. Willen wij dat doen? Willen wij ontvangen? Mensen misschien die zeggen, maar ik kan niet bidden, pastora. Wacht tot de uitstorting van de Heilige Geest. Ook als iedereen echt beseft hoe belangrijk Heilige Geest is. Dat iedereen ook verwacht van zijn komst over een paar dagen. Voor deze boodschap heb ik zo een illustratie van God in mijn hoofd. Lijkt wel iemand die op de bus wacht. Meldy die bel een paar keer naar Nicee om te zeggen tegen de school dat ze te laat komt met Nathan omdat ze hebben de bus gemist. Dus in mijn hoofd, er is een beeld, iemand die wacht op die bushalte, voor een bus. Maar deze persoon moet daar staan tot de bus komt. Deze persoon kan niet zeggen, oh ja, ik ga eventjes naar de supermarkt, dan de bus komt straks en die wacht op mij. Ik ga even uien halen of ik ga even melk halen, dan... Hij komt er nog niet, dus ik ga even iets doen. Want als ik terugkom, dan is de bus er al. Dan kan ik instappen. Fout. Want die bus gaat niet wachten. Die bus gaat gewoon weg. Dit is een beeld in mijn hoofd. Ik heb dit woord al een paar dagen in mijn hart. Ik wist niet dat Pastor Dios mij stuurt vandaag om het woord te brengen. Als Jezus zelf tegen zijn discipelen zei, wacht tot de belofte van de Vader, dan wil ik dit serieus aannemen voor mijzelf. Als dit serieus is voor koning Jezus, als een laatste woord voor zijn discipelen, voordat hij wegging naar de Vader, dan wil ik ook dit serieus nemen voor mij. Dan wil ik lezen dat hij zegt tegen mij, wacht tot de belofte van de Vader, Tineke. Focus om dat te ontvangen. In de niveau, in de portie die ik bedoel voor dit jaar. Voor deze tijd. Dan wil ik dat aannemen. Wil ik horen persoonlijk dat God echt zegt tegen mijn naam. Dat hij mijn naam zegt. Maak geen spelletje. Dat wil ik echt serieus aannemen. En daarom voordat ik vergeten ben. Pastor Dios en ik, wij willen de oproep doen voor gemeente Hermon, JKI, Crossover, Weert, Zeeland, de kidsters, de werkers. Wij gaan vasten 10 dagen lang. Van vrijdag aanstaande vrijdag tot de Pinkster 4 juni. Zoals Jezus zegt tegen de discipelen. Wij weten nu dat 10 dagen
zijn. Maar straks gaan we lezen, de discipelen wisten niet. Ze verwachten elke dag. Elke dag. Ze gingen, wij gaan lezen, Handelingen 1. Wij gaan verder. Handelingen 1. Daarop gingen zij van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was een kwartier lopen. In de stad aangekomen gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoeten. Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus en Jacobus, de zoon van Alfeus. Simon de Zeeloot en Judas, de zoon van Jacobus. 14 voortdurend waren zij eensgezind met elkaar. Samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen. Zijn moeder Maria en zijn broers. 14 herhalen voortdurend waren zij eensgezind met elkaar. Ze namen de uitspraak van Jezus nou serieus. Waarom? Ze hadden gezien in vers 13, nee, in vers 11, dat Jezus omhoog ging. Toen kwartje viel, wauw, klopt, de Heer is nou weg. Wie hebben wij nou dan? Dan begonnen ze wakker te worden en ze zeiden misschien tegen elkaar, jongens, dit is echt serieus. Kijk, Hij is nou weg. Hij is nou bij de Vader. Onthoud wat Hij zegt. Wij gaan doen wat Hij zei. En daarom lezen wij. Ze gingen meteen naar de bovenverdieping. Eendrachtig om te verwachten. De persoon, Heilige Geest, die Jezus had gesproken als de laatste uitspraak voordat Hij wegging naar de Vader. Daarom is deze oproep. Hoe gaan wij vasten? Vraag aan God. Het is verschillend. Iedereen is verschillend. De punt is dat wij beseffen, dit doen wij als gemeente. Ik heb gisteren al in Zeeland aangekondigd. Over 10 dagen vasten. Wij hebben verlangen, ik en Pastor Dios, dat wij als gemeente de portie zullen ontvangen. De portie van Heilige Geest. Die God bedoelt voor dit jaar. Voor gemeente Hermon, JKI. Ze gaan nou verkondigen. Dus wij gaan met z'n allen. Hermon, JKI, crossover. De kidschers, de leiders. En Weert en Zeeland. Iedereen gaat naar de bovenverdieping. Wat is dat? Een gebedsleven. Omhoog tillen in de 10 dagen lang. Verwachten de Heilige Geest. Niet alleen de Heilige Geest die wij nu hebben, Heere. De Heilige Geest die op Petrus was gevallen. Die wil ik zien in mijn leven. Ik die misschien stottert om te praten. Ik die niet zo hoge school heb bereikt. Maar Heer, ik wil. Ik wil uw getuigen zijn. In Jeruzalem. Daarna brengt u mij naar Judea, naar Samaria, tot eind van de aarde. Dit kunnen wij niet doen zonder de uitstorting van Heilige Geest. Als wij dat doen, dan doen wij met onze eigen kracht. Eigen initiatief, eigen manier van denken. En dan uiteindelijk zijn wij moe. Waarom? Alleen de kracht van de uitstorting van Heilige Geest. We hebben gelezen. De kracht. In Engelse vertaling. Efficiënt werken om getuigen te zijn. Dat krijgen wij door de uitstorting van Heilige Geest in ons. Misschien dit is een antwoord voor mensen, voor Gods kinderen die denken, hoe kan dat? Ik bid, ik vast, ik lees het woord, maar ik val nog steeds in dezelfde zonde. Verwacht Heilige Geest over een paar dagen. Alleen Hij kan de portie van kracht geven. Zodat jij niet meer in dezelfde zonde valt.
Nog een keer, de vijand is niet bang voor mij. De vijand is niet bang voor ons. De vijand is bang voor de portie van Heilige Geest in ons. Onthoud dat heel goed. En als wij nou kunnen zien hoe belangrijk Heilige Geest is voor ons. Deze dagen, dus deze komende dagen zijn alleen maar de dagen van gebed. Vanaf vrijdag gaan we vasten. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan zondag erop gaan we eindigen met de viering van Pinksterdag. En ik geloof in de sleutel van succes. Dat is de eenheid. Als wij indrachtig zijn in deze 10 dagen lang. Ik weet zeker en ik geloof. Gods genade voor Hermon. Wat wij willen bidden. De gebeurtenis 2000 jaar terug. Zal opnieuw plaatsvinden in deze plaats. Dat de profetie van Joël 2, zelf de kinderen, zullen vervuld zijn met de Heilige Geest. Amen. Amen. Wij gaan verder. De vraag net, hebben wij Heilige Geest in ons? Ja. Romeinen 8, vers 16. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. Dat is Heilige Geest in mijn hart. Maar het is niet de portie voor Handelingen 1 vers 8. Heilige Geest overtuigt mij wie ik ben. Heilige Geest overtuigt mij wie Jezus is. En Hij is God. Hadden de discipelen Heilige Geest? We hebben al beantwoord, ja. Johannes 20. Johannes 20 gaan we openen, 21, 22. Ik wens jullie vrede, zei Jezus weer. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden. Zo zend ik jullie uit. Toen blies hij zijn adem over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Kom niet in verwarring. Dan vragen wij, Dus Jezus blies en dan hij zei, ontvang de Heilige Geest. Dus hadden ze dan geen Heilige Geest? Wat wij hebben gelezen is de portie. De portie de discipelen hadden. Toen ze waren met Jezus, was niet de optimale portie. Dus Jezus zegt weer, hij blies zijn adem over hen heen en hij zei, ontvang, als waar ontvang, meer portie van Heilige Geest, jongens. Ontvang meer portie. Maar de optimale portie zullen jullie ontvangen op de Pinksterdag. Dus dan begrijpen wij. Wat wij aan het wachten zijn. Amen. Mis de bus niet. De bus wacht niet op ons. Als de bus komt, zorg dat je daar bent. Als de bus ziet dat niemand bij de bus haalt, dan gaat de bus weg. Zo is ook Heilige Geest. Heilige Geest komt wanneer Hij wil. Niemand gaat zijn agenda voorleggen. Niemand. Heilige Geest heeft zijn agenda. En als hij komt en niemand in de bus haalt, hij gaat weg. Dus dan begrijp ik hoe belangrijk deze komende dagen voor mij. Hoe belangrijk deze komende dagen voor de gemeente. Zonder Heilige Geest, zonder de portie van Heilige Geest in deze eindtijd, kunnen wij niet eens getuigen zijn van Jezus in Jeruzalem. Ook deze morgen wil ik tot u zeggen, bid niet tot God, dat God u gebruikt, dat God mij gebruikt in de eind der wereld. God gaat tot mij zeggen, wees eens getuigen van mij in Jeruzalem.
Hoe kan ik getuigen zijn in Samaria als ik niet eens een getuigen kan zijn van Jezus in Jeruzalem? Kan niet. God is God. God heeft de regels bepaald. Is Jeruzalem, daarna Judea, Samaria en dan tot uiterste de aarde. Jeruzalem, ons gezin, ons gemeente, onze team. Hoe kan ik een team voor een team bidden dat ik uitgezonden ben in andere kerk, terwijl ik kan niet eens een getuige zijn in Hermon? Hoe kan God mij gebruiken en de portie van Heilige Geest geven bij andere plaats? Ik moet eerst hem laten zien dat ik een getuige van hem zijn hier in Jeruzalem. Ik kan niet zoiets bidden. God zegt, laat mijn getuige zijn in het huwelijk. Het is onmogelijk voor God om mij te gebruiken in andere plaats als ik niet eens een getuige ga zijn voor Pastor Dios. Wat betekent eigenlijk getuigen? Dat ik presentator ben van Jezus in mijn huwelijk. Dat is niet de vers geven voor Pastor Dios elke keer als ik iets zie. Dat is geen getuigen. Dan zeg ik, zie ik iets en ik zeg tegen Pastor Dios, hier, kijk de vers. Of hier, nee. Getuigen betekent dat de mensen zien Jezus in ons. Dat is getuigen. Jezus is er niet meer. Hoe kan hij zichzelf presenteren door ons heen? Dat is puur getuigen. Jezus zei, begin met iets kleins. Begin met jouw huwelijk. Begin met jouw eigen team. Begin in de gemeente. Ja, maar ik wil missionaris worden. Ik wil naar Amerika hier. Amerika, heb je al genoeg gebeden voor Nederland? Heb jij al genoeg gebeden voor Eindhoven? Voor jouw wijk? Jouw bedrijf? Waarom denken wij Amerika, Afrika? Het is niet eens onze zaak, nog een keer, zegt God. Voor God is heel makkelijk om ons te brengen naar landen. Maar hoe kan hij ons gebruiken naar andere landen? Terwijl wij spreken slecht over dit land. Dit is ons land, dit is onze Jeruzalem, Nederland. Als u wil dat God u gebruikt voor landen, stop slecht praten over dit land. Dit land is Jeruzalem. Praat positief over Nederland. Bid voor Nederland. Bid voor de regering. Praat niet slecht over Nederland, please. Dan is Handelingen 1 vers 8 een droom. Wij kunnen bidden, ik kan bidden, ik kan vasten. Dat God mij brengt tot landen. Maar hij zegt, ik beantwoord niet, sorry. Hij zegt, laat mij eerst zien dat je trouw bent. In Jeruzalem, in de plaats waar ik jou plaats op dit moment. In Hermon, in JKI, in Zeeland, in Weert met 9 mensen. De jongste is 80. Als ik daar trouw ben, zegt God, ik geloof. Dan ga ik jou brengen naar de verdere plaatsen. Maar als ik niet in trouw ben voor kleine dingen, ik kan ook zeggen, ja, wat moet ik doen met die oudjes in Weert? Ze horen niet eens wat ik zei. Echt. 10 mensen totaal. De jongste, ik denk, is 80. Hun oren zijn niet meer goed. En eentje, die zegt altijd, elk 20 minuten, gaat deze zuster altijd Pastor Dios vragen, meneer, wie bent u weer? Elke maand, ieder 20 minuten, gaat zij weer zeggen, wie ben jij? Ben toch pastora? O ja, mag niet, hè? Mag niet verkering doen. Dus ze begrijpt niet dat ik de vrouw ben van Pastor Dios. En dan ik breng het woord en tussen elkaar gaan ze zeggen, huh? 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 Ik ben al 10 minuten verder, ze waren nog bezig met het lied of zo.
dan kan ik denken, Heer, wat moet ik dat doen? Nee, ik wil dat doen. Ik wil dat doen. Dat is mijn Jeruzalem. God heeft deze mensen, oudere mensen, gegeven. En mijn taak, onze taak als Hermon, tot de laatste adem van hun leven, is onze verantwoordelijkheid. 10 mensen. Dan denken wij, eigenlijk, ik kan denken, waarom hier? Ik stuur wel zuster Diana of zo. Tante Herlien, broeder Aad. Ik wil ook een deel nemen. Trouw zijn. God werkt met zijn manier. Wij kunnen niet Samaria vragen voordat wij trouw zijn in Jeruzalem. Dus nou, Heilige Geest gaat ons openbaren. Wie is mijn Jeruzalem, Heer? Na de uitstorting van Heilige Geest. Ik wil allereerst uw getuigen zijn in Jeruzalem. In mijn huwelijk, in gemeente Hermon waar u mij plaatst, in de team waar ik nou bevind. Ik wil daar eerst een getuige zijn, zodat de wegen open voor mij, Heren, dat ik naar Judea ga. En dan weer verder naar Samaria en tot de uiterste der aarde. Maar dat is niet mijn zaak, dat is uw zaak. En op uw manier en op uw tijd, zullen wij daar zijn. Maar ik wil focussen naar kleine dingen. Simpele dingen die u mij geeft op dit moment. Ik moet u laten zien dat ik niet klaag over mijn Jeruzalem. Dat ik niet slecht praat over mijn Jeruzalem. Maar dat ik opbouw. Maar dat ik optil in mijn gebed en geloof. Door de uitstorting van Heilige Geest. Amen. Dus vanaf vrijdag, ik roep de worship team. Vanaf vrijdag, iedereen, ik hoop dat iedereen mee eens is, om samen indrachtig te zijn. 10 dagen lang gaan we vasten, verwachten op Heilige Geest, indrachtig om te vragen dat Hermon, dat ik, Hermon, Heren, in Jezus' naam, deze uitstorting, de portie krijg, Heren, zoals u bedoelt, voor de gemeente in 2017. In Jezus' naam. En op die dag zal Zeeland komen weer. Iedereen gaat samen hier om de uitstorting van Heilige Geest te verwachten. 4 juni is de dag. Ik weet niet crossover, maar wij kunnen ook samen zijn. Dat op die dag wij zullen zien wat de Geest van God van plan is. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik heb nog 1 vers als slot. Job. Job 32, vers 7 en 8. Dank u, Jezus. Dank u wel, Vader. Job 38, 7 en 8. Job 32, 7 en 8. Want ik dacht, laat de ouderen eerst aan het woord. Zij zullen zeker ook wijzer zijn. 8. Maar als het om wijsheid gaat, telt niet alleen de leeftijd mee. Het gaat eerder om de geest van de mens en de adem van de Almachtige. Wilt u iemand met wijsheid? Het gaat niet om de leeftijd. Mensen denken, ik ben oud, ik heb heel veel ervaring in dit leven. Maar het woord van God zegt, nee. Het gaat om de adem. Om adem van de Almachtige. Op het moment hij blaast. Op het moment hij blaast. Goddelijke wijsheid is nederdaald tot ons. Het gaat om het adem van God. Adam was klaar. Adam sliep. De laatste wat God deed, is zijn adem
in Adam bliezen. Adam komt tot leven. Gods geest maakt het verschil. Gods geest maakt het verschil. In Jezus' naam. Ik wil bidden dat God zelf, dat Jezus zelf, God Heilige Geest, zal zichzelf openbaren. Hoe belangrijk is Hij voor ons? Laten wij samen opstaan. Vader, ik wil u danken deze morgen. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam voor uw uitspraak.